Anthony, we zijn bijna aan het einde van het trainingskamp. We zijn inmiddels 2 dagen onderweg. Hoe gaat het? Ja, het gaat goed. Richard Jonker heeft wat moois voor ons georganiseerd. We zitten in Sittard. Gisteren met de selectie richting Kerkrade gereden. In het Rode JC-stadion kunnen voetballen. We hebben een onderling oefenstrijd gespeeld, 11 tegen 11. Zeer officieel aangepakt met scheidsrechter, grensrechters. Dus dat was leuk. Eén team in thuis en nu één team uit. Prima wedstrijd. Gefilmd door jou, dus we kunnen nog wat met de beelden ook doen. Daarna hierheen gegaan, gegeten en s'avonds een leuke quiz gedaan hier. 7 rondes, maximaal natuurlijk, goede vragen, moeilijke vragen. Beetje teambuilding, s'avonds op stap. Niet te laat gemaakt, want vandaag hadden we evaluatiegesprek op het programma. Eerste helft van het seizoen met de spelers doornemen. We zijn net klaar met het zelfbaltoernooi wat we in de middag hebben gedaan. Prima locatie hier, alle faciliteiten. Echt geweldig. Je hoeft niet naar het buitenland voor een trainingskamp. Nee, want dat doen sommige ploegen wel. Hè. Die gaan allemaal een verre vliegreis maken. Er zijn zelfs ploegen die konden niet vertrekken vanwege de mist. Ja. Die zijn nog in Nederland moeten blijven. Ik begreep, ja. Bikwik volgens mij. Precies. Dat zijn dingen. Ja, de keuze, ga je naar het buitenland blijven in het land. Hierin zit dat, heb je echt alles. Dus het is best wel een prachtige locatie voor een team. We hadden dan met Rode JC, hadden we nog een prachtige locatie voor de wedstrijd dan. We kozen niet voor een tegenstander, maar om onderling te gaan voetballen. Dan konden we in blokken spelen in plaats van 2 officiële helften. Dus we hebben blokken van 20 minuten gedaan. Dat is prima bevallen. We zijn nu, het sportieve gedeelte is nu af en we gaan zo nog eten en daarna nog met z'n allen op stap en morgenochtend ontbijten en naar huis. Dus we hebben een prima trainingskamp gehad en klaar voor de tweede seizoenshelft. Je hebt als speler volgens mij ook wel eens een trainingskamp meegemaakt. Is dat nou anders als trainer? Nu moet je in de organisatie wat meer doen. Al moet ik eerlijk zeggen dat Richard Jonker, de teammanager, echt geweldige dingen doet. Dus ik ben in die zin ondersteunend. Kan ik me met het voetbal bezighouden. Als speler ben je gewoon, dan volg je in die zin. Dan hoop je dat het goed geregeld is natuurlijk. En anders heb je wat te klagen. Dus we moeten ze niet laten klagen. We moeten het goed organiseren. Ik denk dat het wel redelijk is gelukt nu. Hoe gaat het voor die spelers in de nachten? Wat ik heb begrepen, zijn ze gisteren niet zo heel laat thuis gekomen. Ik moet ook eerlijk zeggen, bij de evaluatiegesprekken zagen ze er fris uit. En ik moet zeggen, het zelfbaltoernooi net spatten er vanaf. Dus in die zin nog professioneler dan ik dacht van tevoren. Maar super bevallen. Ja, je hoort ook wel eens van die verhalen, dat tot diep in de nacht doorstappen en dat 's morgens niet op tijd bij het ontbijt zijn en dat soort dingen. Klopt, ja. Iedereen was om 9 uur bij het ontbijt en in de voorbereiding waren we natuurlijk in Sneek. Toen waren ze wel wat later thuis volgens mij. Misschien ook omdat we nu het zelfbaltoernooi hadden ingepland, dat ze een stukje willen winnen in zich hebben. Of de wedstrijd van gistermiddag was gewoon zwaar, dat kan natuurlijk ook.
Nou, heb jij onlangs aangegeven dat je naar Katwijk gaat. Ja. Dat kwam als een verrassing volgens mij. Ja, voor mij ook. En ja, aan de ene kant natuurlijk jammer dat ik Oden aan het einde van het seizoen ga verlaten. Aan de andere kant ja, een unieke kans. En goed overleg met Oden hierover gehad. En nou ja, weet je, zulke kansen komen misschien niet zo vaak voorbij. Dus deze moest ik wel grijpen, ja. Ja, want je gaat naar Katwijk in de Bollenstreek, een van de grootste clubs van het amateurvoetbal volgens mij. Ja, dat denk ik ook. Ik denk als je zo naar alle clubs kijkt, misschien in de top 5 van de grootste clubs, misschien wel de top 3. Dus nee, daar ben ik wel zeer blij mee. Maar alles leuk en aardig, eerst met Odin stunten. Ja, want de derde plek, eerste wedstrijd is meteen een kraker, want DVS 33 is de tegenstander. Ja. Die staat nummer 2 en we staan 2.8 achter volgens mij, of 1? 1 punt, ja. Dus je kan meteen goede zaken doen. Dat is de bedoeling. Dus nou ja, daar werken we dan naartoe. We zijn vroeg begonnen. We zijn afgelopen maandag al begonnen. Door wat testen bij Sina. Donderdag hebben we nog een keer getraind. Nou ja, gisteren dan. En dan gaan we maandag weer verder. Ja, op naar die belangrijke wedstrijd. Ja, zo is het. En nou ja, als we de eerste helft van het seizoen een vervolg kunnen geven. En met deze groep doorgaan. Hè. Nou ja, wat jongens die gebaseerd waren komen weer terug. Ahmed Almadi, Mo Benchik. Weet je, dus de selectie krijgt nog meer vorm. Nou, hopelijk dat het trainingsniveau dan omhoog gaat. Hopelijk dat ze elkaar naar grote hoogtes kunnen duwen. En als team geweldig bij elkaar blijven. Nou ja, we gaan het zien hoe het loopt. Je hebt evaluatiegesprekken gehad. Ja. Wat was de belangrijkste uitkomst daaruit? Nou, het was vooral wat ik aan de jongens wil meedelen over de eerste seizoenshelft, hoe ik de tweede seizoenshelft zie. En of ze wat naar mij toe hebben. Dus het waren niet zulke lange gesprekken. Het was meer, je praat gedurende het seizoen constant met spelers. Dus bij de meesten was het ook een herhaling van de gesprekken die je voor de winter hebt gevoerd. En gewoon een visie op wat we willen bereiken. En dat we dat met z'n allen moeten gaan doen, et cetera. Dus het waren gewoon goede gesprekken. De gesprekken zouden ook gaan over wat ze volgend seizoen gaan doen. Nou, dat heb ik nu natuurlijk heb ik niks in die zin mee gedaan. Wel gezegd dat ze allemaal gewoon Odin moeten steunen en doorgaan bij Odin. En die gesprekken hebben ze dan met Richard Jonker hier gedaan. Dus wat daar de uitkomst van is, dat volgt snel. Zo, de helft van het winnende team. Jongens, hoe ging het? Ja, het ging goed. Op de counter, dus ging lekker. Ja? Ja, tactiek van Tom, de captain, goed uitgevoerd. Besproken tijdens de lunch. En daarna ging het gewoon prima. Goede keeper. Scheelt een hoop. Ja, Boekel op de linkerflank hangend. Dat was eigenlijk ons geheim. Die heeft veel van ons gedaan. Veel vuile meters opgekrapt. Dus heeft een hoop gescheeld. Hoe gaat het trainingskamp tot nu toe? Ja, wel goed. Wel een beetje moe. Een beetje hard gegaan gisteren. Maar vanavond weer er tegenaan. Toch niet van het voetbal, hè? Nou, dat niet. We kunnen nog wel een paar potjes doen. Voetbal een gedeelte van nog wel mee tot nu toe. Randzaken eromheen zijn wel wat pittiger, maar hoort er ook bij, hè? Hoort bij het voetbal. Ja, helemaal mee, helemaal mee. Zeker. Hey mannen, en we zien jullie nog nooit in het. We hebben jullie nog nooit in het eerste zien voetbal. Hoe kan dat? Ja, toch de mentaliteit denk ik, hè? Beetje rustig aan bij 2. Dus, Geen ambities? Nou, niet echt. Ja, gewoon kwaliteit niet genoeg. 2 is top. Daar gaan we voor. En wat is het plan voor dit seizoen? Ja, kampioen worden. Kampioen worden. Absoluut. Zeker. Jullie staan bovenaan, dus het zou zomaar kunnen. Makkie toch? Makkie, doen we. Ja, mooi gezegd. Niks aan toe te voegen. Kijk, de realiteit zegt dat we het nu gewoon beter doen dan verwacht. Dus als je dan ambitie hebt, en ambitie is iets wat je mag uitspreken wat enorm hoog is. Ja, de ambitie is gewoon om constant aan de top te blijven en alles te winnen. Dat is de ambitie. En dan zien we wel hoe hoog we eindigen. De realiteit zegt dat we gewoon op deze voet verder moeten als team. Ja, als we dit zo doen, dan komen de prestaties, die horen erbij. Dus die komen dan niet vanzelf, maar die komen dan wel. Dus ambitie is alles winnen. Een doelstelling. Ik denk als we dit doortrekken en bewijs van bij de eerste 6 eindigen aan het eind van de rit, hebben we een geweldig seizoen. Maar misschien moet je wel nu ambitieuzer zijn, simpel gezegd. En zeggen, kom op man, we gaan gewoon zo hoog mogelijk eindigen. En misschien wel na een aantal wedstrijden hoe het gaat naar de winter. Ja, en misschien die na-competitie halen.
Nee, dat zou echt een stunt zijn. Dus, ik hou van stunten. Dat heb ik ook tegen de jongens gezegd. Ik zeg het al voor de winter en nu al elke training dagbewijs van. Ik zeg, jongens, kom op, we gaan stunten. Gewoon vol voor die stunt gaan. Je leeft maar één keer. Nou, dat belooft dan een hoop spektakel nog de komende maanden. Dat is wel de bedoeling, ja. Dus daarvoor zitten we op voetbal, toch? Ja. Goed, vanavond nog lekker eten. Morgen weer naar Heemskerk, denk ik. Ja, dat is de bedoeling. Dus morgenochtend niks, geen programma, geen duurloop. Ze hebben goed hun best gedaan en top man, de conditie is goed. En maandag weer verder.